Ik sta hier in Moskee El Borak in Mechelen. En zoals je ziet heb ik een hoofddoek aan. Dat heb ik altijd aan als ik naar de moskee ga. Ik ben hier omdat het offerfeest is, of Eid el-Adha, een van de twee belangrijkste feestdagen voor moslims. Op deze dag herdenken moslims de profeet Ibrahim. Ja, een profeet is een boodschapper van God. De profeet Ibrahim moest een offer brengen aan God. Ja, dat is een groot geschenk, zeg maar. En het grootste offer dat je kan brengen aan God is je eigen kind. Net op het moment dat profeet Ibrahim zijn zoon ging offeren aan God, kwam de engel Jibril. Die bracht hem een schaap, zodat de zoon van profeet Ibrahim kon blijven leven. Ja, vandaar dat moslims op deze dag een dier offeren aan God. Ja, enkel en alleen als je het geld hebt om een dier te kopen. Dat kan bijvoorbeeld een geit, een schaap of een koe zijn. Een stukje mag je houden voor jezelf, een stukje deel je met vrienden, familie en buren en ook met mensen die minder geld hebben. De dag begint met het eidgebed in de moskee en daarna komt iedereen samen om te eten, om cadeaus uit te delen en op het menu meestal een lekkere barbecue. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken en abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.